In deze video leg ik uit de vragen over gespierder door gendoping. Vraag 15 tot en met 20 van het examen VWO 2017. Eerste tijdvak op verzoek van Lotte Man in het Veld. En een goede vraag van Lotte, want het zijn pittige vragen. Gespierder door gendoping. Er is een, een gen dat maakt myostatine. En myostatine remt de activatie van satellietcellen. En dat zijn cellen die de spieren kunnen zorgen dat die gespierder worden. Als dat gen dus gemuteerd raakt, dan wordt dat niet meer geremd en komen er meer van die satellietcellen en heb je dus meer spieren. En er is een jongetje in Duitsland, en je ziet hem hier bij afbeelding 1, die is supersterk want hij heeft die, dat gemuteerde gen. De eerste vraag: ze hebben gekeken naar de familiestamboom van het jongetje en ze hebben gekeken um, naar een PCR-onderzoek. Als je beide afbeeldingen, afbeeldingen 2 en 3, heb je nodig voor het beantwoorden van de vraag die eraan zit te komen. Belangrijke informatie is dat die genen in stukjes worden geknipt. Het wild type wordt geknipt en dan krijg je een stukje van 135 basisparen. En het gemuteerde type wordt niet geknipt en dan zit je op 166 basisparen. Ga je kijken naar die PCR-reactie, waar ik zo weer op terugkom, dan. Zie je dat hier streepjes staan van die mensen, die zitten dan op die 166 baseparen En hier staan twee streepjes. Oké, okay, die is geknipt. Het is dus die 135, 135 baseparen En dan zie je dus dat moeder heterozygoot is. Die heeft en het gemuteerde gen en het niet gemuteerde gen. Dat is ook belangrijke informatie. Vraag 15. Daar gaan we maar eens mee beginnen. Hoe erft de eigenschap? Over. Dan gaan we eerst even kijken of het x-chromosomaal is of niet. Dat kunnen we aan de stamboom zien. De stamboom zit de grootste clue dat het niet x-chromosomaal is, maar gewoon old-fashioned autosomaal zit hem in dit stukje van de stamboom. Want vader 2 geeft het aan zoon 5. En x-chromosomale afwijkingen gaan niet van vader op zoon, want vaders geven hun eigen chromosoom aan hun zonen. Dus lang verhaal kort. Het is niet X-chromosomaal, want hier moet een Y-chromosoom worden doorgegeven. Dus ze zou 5 het nooit kunnen hebben als het op het X-chromosoom van nummer 2 lag. Dus het is autosomaal, dat weet ik nu zeker. Mocht je nou helemaal kwijt zijn hoe dat ook weer zat met het X-chromosomale, kijk dan vooral mijn video over X-chromosomale genetica. Dan moeten we nog weten: is het nou onvolledig dominant of is het recessief? Stel, die mutatie was recessief dan zou je bij moeder verwachten, die dus heterozygoot is... die beide genen heeft, te zien aan haar PCR... zou je bij haar verwachten dat ze niet gespierd is. Maar moeder, staat in de tekst, was ook wel gespierd. Maar niet zo gespierd als haar zoon. Dus zie je dat geëikte voorbeeld van die bloem? Een witte bloem, die kruist met een rode bloem... en de nakomelingen worden roze. Moeder is roze, ze is een beetje gespierd. Dat kan natuurlijk ook komen omdat ze crossfit doet... Maar we zien ze is heterozygoot, ze is een beetje gespierd. Dus het beste antwoord hier is het is onvolledig dominant. Antwoord C. Vraag 16, daar krijgen we ongelooflijk veel informatie bij. Wat ze namelijk hebben bedacht is van nou dat myostatine gem bij een sporter uitschakelen. Dan kunnen we die sporter super gespierd maken. En als je super gespierd bent, dan zou je een hele hoop sporter beter kunnen. Dus dat is leuk om te kunnen als, uh, als je wil vals spelen en veel geld wil winnen. Wat ze doen is een, 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 het proces van RNA-interferentie. Dus we gaan gelijk gooien met dure woorden. Gelukkig mag je een woordenboek bij je examen houden, altijd, ongeacht het examen. En er wordt gebruik gemaakt van een plasmide-vector, oftewel er wordt. Ik zat heel kort even doorlopen met jullie. Er wordt via een vector wordt dat genconstruct in de kern van de cel geplaatst. Op basis hiervan ontstaat er een mRNA met een sens en een antisense deel, die in haar spelt SHRNA vormen. Het enzym maakt het vervolgens tot een stukje interfererend, dubbelstrengs RNA. Ook een leuk om op te zoeken in je woordenboek, interfererend, want dan begrijp je waar dat woord vandaan komt. Vervolgens wordt het weer enkelstrengs. En wat kan het dan als het enkelstrengs is geworden? Het belangrijkste stuk staat bij 5. Het antisense RNA in het geactiveerde risk bindt aan complementair rijp-DNA. En dan wordt dat vervolgens afgebroken. Dus wat je kan doen is het mRNA voor een ander gen afbreken met behulp van het antisense RNA. Dus een hele hoop. Uitleg. Maar vooral punt 5 is belangrijk. Door RNA-interferentie kan de myostatine-productie in satellietcellen verminderen. Ja, dat was het hele idee. Vier processen zijn transcriptie van het genconstruct, oftewel dat ding wat we hebben ingebracht. Dus het niet natuurlijke Gen, wat erin wordt gebracht om die myostatine af te breken. De transcriptie van het myostatine gen, oftewel we gaan van DNA naar RNA, dat is transcriptie. We hebben de translatie van het mRNA op basis van het genconstruct. Dus van het mRNA, van dat genconstruct, daar wordt mRNA van gemaakt, messenger RNA. En dat gaat dan aminozuren volgorde eiwit enzovoort. Volgens mij gaat het überhaupt niet gebeuren, want het wordt al vernietigd zodra het zich bindt aan een complementair rijp mRNA. Dus dat, daar is nooit translatie. Er is geen sprake van, van dat, bij dat genconstruct. Dat gebeurt niet. Translatie van het myostatine mRNA: dat is dus we hebben de myostatine, daar is een gen voor bond RNA van dat messenger RNA zorgt vervolgens voor dat de translatie komt, oftewel een eiwit volgorde, oftewel myostatine wordt gevormd. Ja, dat gebeurt dus niet, want we hebben dus rijp mRNA en dat genconstruct, dat antisense RNA ding, dat bond aan rijp mRNA wanneer het werd afgebroken. En we hebben rijp myostatine mRNA. Als dat wordt afgebroken, kan er ook geen translatie plaatsvinden, want het is afgebroken. Dus proces 4 is dat wat ervoor zorgt dat er minder myostatine productie in de satellietcellen zal plaatsvinden. Dus 16 ding 4. Een groep onderzoekers die heeft gendoping onderzocht bij gezonde muizen. Ze, kochten twee. ze kozen twee fragmenten van dat myostatine gen en die gingen ze knockdownen. En van elk fragment werd dubbelstrengs DNA geconstrueerd. Dat werd ingebouwd, verpakt, blablabla, bla bla, en ingespoten in beenspieren van muizen. Voor de constructie van knockdown DNA-fragmenten van het myostatine-gen zijn delen van exons gebruikt. Waarom is het niet zinvol om hiervoor intron-delen te gebruiken? Ik moet even heel hard nadenken, wat is het verschil tussen een exon en een intron? En het verschil erin zit hem dat intron-delen uit het mRNA worden gehaald. Dat bestaat alleen uit exonen en dan hebben we Rijp mRNA en dat was waar dat ding op ingreep. Dus 17, waarom is het niet zinvol om introdelen te gebruiken omdat die er niet in zitten? Er zitten alleen exons in. Een haarspeld RNA ontstaat als in het mRNA een sens en antisens sequentie voorkomen. Zie afbeelding 5 die complementair zijn. En nu, oh, dit moest ik zo goed lezen, ik had hem eerst fout. En dat zit hem echt in het lezen. Een deel van de coderende streng van het DNA-fragment K2 uit het myostatine-gen dat codeert voor het sensdeel van het SHRNA heeft als nucleotide dus we hebben het over DNA. En als je niet nadenkt, dan denk je dat het over RNA gaat en dat er dus U'tjes in moeten zitten in plaats van T's. Maar het is dus DNA, dat betekent dat er T's in moeten zitten in plaats van U'tjes. En dat betekent dat A, B en C afvallen. Dat scheelt, dan kan je nog maar één fout maken. Dan is het opeens 50% kans in plaats van 20% kans dat je je antwoord goed hebt. Dus met goed lezen heb je al een grotere kans, ook al begrijp je er verder helemaal niks van. Dan hebben we deze volgorde A, 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 T, A, C en ik zoek iets... Dat begint met TTT, maar aan welke kant begint het met TTT? Aan de drie kant, want de complementaire streng wat hier tegenover ligt, die, is, die loopt van 3 naar 5. Dus ik wil aan de drie kant TTT hebben en hier zit aan de drie kant TTT, dus is antwoord D het goede antwoord. Naast de sens- en antisens-DNA-sequenties bevinden zich ook promotors in de genconstructen. In afbeelding 6 is de coderende streng van een deel van het genconstruct getekend en er zijn twee plekjes aangegeven, namelijk P en Q. Wat is de functie van een promotor en waar in het K2-genconstruct is een promotor aanwezig? We beginnen even met de, uh, het eerste deel. De functie heeft het te maken met transcriptie of met translatie. Translatie gaat op basis van een startcodon, AUG. Dat zou jullie wel bekend moeten zijn en hebben we dus geen promotor voor nodig. Want hebben we het startcordon al voor. Dus in dit geval hebben we transcriptie. Dus dan valt er weer de helft van de meerkeuze antwoorden af. We hebben alleen nog meer transcriptie over, dus het is A of B. En dan moeten we nog gaan bedenken van zit het nou op punt P of zit dat op punt Q? Oh, wacht even. Zit het op plaats P of zit het op plaats P en plaats Q? Waarom in vredesnaam zou je een stukje antisens willen gaan aflezen? We willen natuurlijk alleen het sensdeel duidelijk aflezen. Dus alleen op plaats P en dan is A het goede antwoord. Bij 19. De onderzoekers die vonden in dat bloed van die muizen zochten ze naar sporen van de gendoping en ze vonden niets. Meestal moeten topsporters, en die moeten in een potje plassen en soms moeten ze wat bloed afgeven om te checken of er doping is. En dat vonden die onderzoekers dus niet. Maar om dit type gendoping aan te tonen moet je dus een spierbiopt nemen. En dat lijkt me verrekte pijnlijk om daar een stukje uit te pakken. Een biopt is echt dat je echt een stukje weefsel pakt. Nou, dat is dus best belastend en het gaat niet worden toegepast. Wat ze wel willen gaan doen, is om elke keer regelmatig uit het bloedmonster, wat toch al wordt genomen bij sporters, een eiwitprofiel te maken. En dan zou je dus die myostatines kunnen waarnemen. Waarom zou het gevonden eiwitprofiel in het bloedmonster van een sporter wel op knockdown van myostatine kunnen wijzen? Nou, je zou bijvoorbeeld als je een sporter jarenlang volgt, en je ziet dat zijn myostatine varieert. Binnen een bepaalde waarde. Want het zal hoe dan ook variëren. En opeens zit daar een enorme dip in. Nou, dan heb je aardig bewijs. Dus als het eiwitprofiel opeens extreem afwijkt. Van wat je eerder hebt gemeten. Of van een gemiddelde waarde. Van alle sporters. Denk aan die. Uh, wat was het? Een hardloopster, volgens mij. Die heel veel testosteron aanmaakt. Maar toch echt wel vrouw is. Dan meet ze het testosterongehalte. Hey, jij wijkt af van de norm. Die vrouw die moet. ...medicijnen slikken... ...zodat het testosterongehalte lager wordt... ...ook al is het bij haar volledig natuurlijk... ...dat die wat hoger is. Dus ook dit kan je dan aantonen... ...hé, hey, jouw myostatinewaarde is wel extreem laag... ...hoe zit dat, leg uit. Dat kan niet zomaar. Maar waarom is dit nog geen bewijs voor gendoping? Nou, net als die mevrouw bij dat testosteron... ...kan het natuurlijk zijn... ...dat iemand erfelijk belast is met zo'n... ...net zoals dat jongetje aan het begin van de vraag... ...daar krijg je al de tweede punt voor als je daarop komt. Maar het is ook geen bewijs omdat het ook natuurlijk gewoon varieert. Stel je bent ziek geweest. Ik denk dat het zelfs uitmaakt of je voor of na het sporten zit wanneer je gemeten wordt. Kom niet aan. Met heen, misschien krijgt iemand tijdens het meten opeens een mutatie. Want dat zou in, misschien in één cel het geval kunnen zijn. En net toevallig in die ene cel dat het myostatine niet wordt aangemaakt. Maar dan gaat niet opeens je hele myostatine-gehalte van naar beneden. Dit was in een notendop. Vraag 15 tot en met 20. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp of andere vragen? Laat het vooral weten in de reacties. En wil je mij bedanken voor het maken van deze video's, word dan abonnee van dit kanaal. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.